deze vakantievlog. Hey, het is zondagochtend. Uurtje of kwart voor acht. Oh, dag kwart voor zeven. Nice. Ja, dat zie je niet. We zitten in de waggy. We zijn nog niet Nederland uit. Dus we hebben nog een lekkere tijd te gaan in de auto. Maar het maakt nog niet uit. En waar gaat deze trip naartoe? Nee, kijk dan. Oh, je ziet ook alleen maar dit. Als in, we gaan zakjes eten. Is ook leuk. We gaan naar Oostenrijk in een hotelletje. Dus het wordt vast leuk. Ik heb er echt super veel zin super. In. Super. In Duitsland zijn we nu. Nog een stuk worden. Ja. Ik heb nu al geen zin meer om in de auto te zitten. Maar we moeten nog wel even. En ik was net When They See Us aan het kijken. En toen kwam ook bordje erachter dat ik maar één aflevering had gedownload. Zo was echt very, 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 very sad. So. Yeah. 15e keer dat Tess zichzelf insmeert deze autoreis. Derde, tweede, vierde. We zijn trouwens aangekomen al een paar uurtjes geleden. Net even gegeten, helemaal niet gefilmd. We begonnen met een lekker soepje. Wat vond je ervan? Ja, was het great. Ja. Toen hadden we een vieze sla met vieze dressing. Bij mij was het echt een soep van dressing met een beetje blaadje sla. Dus ik heb het echt niet opgegeten. Ja, dus ik heb het even geskipt allemaal. En toen hadden we aardappeltjes met schnitzel. Deze auto vind ik echt super dik. Wat romantisch, Tess. Verliefd. Verliefd. Het is 8:10 geweest. Wij zo te zien staan wij nog gewoon voor het hotel. Ja. Maar kijk, wij waren gewoon op tijd dit keer. Dus... het is niet ons. Oh, inmiddels de wandeltocht gehaald. Nou, dat moeten we nog maar zien. Ja, we zijn in ieder geval begonnen. De bejaarden hadden even een pauze nodig. Ze zitten dus even op een bankje. Ze chillen. Even een koekje eten. Water drinken. Goed, maar het is echt stil. Mama allemaal mee heeft genomen, hè? Ja. Zeker. Zeker. Ik vind het zo vervelend dat het er op de camera uitziet alsof we echt 1 centimeter stijl omhoog gaan. Maar dat is echt zo niet het geval. Het is ook veel erger. Maar zo, het is wel echt mooi. En het is ook heel warm. Terwijl volgens mij de temperatuur echt 23 graden is. Loopt Tess en ik hier wel in onze korte broek. Met een shirt. Maar we zijn ook dik hard aan het zweten. Keihard aan het werk. Ja, je ziet het niet. Maar we zijn nu echt aan het strijden. Het zweeft op mijn rugzak. Kijk, je ziet het wel aan de manier waarop ik loop. Wanneer weer op test loopt. Ja, dit meertje is echt, ik heb zin om erin te duiken eigenlijk. Net stonden we daar beneden inderdaad. En nu zijn we hier omhoog lopen. Hé, opa! Ja, dat is aan oma. Riesenzee. Die cross. Zo pretty man dit. Thank you.
daar heb je de koe. Kijk eens even, mooi koetje. Hoe moe zijn we? Nou, hartslagje 500. Haar zit ook top. Ja, haar zit leuk. Ja. Mijn moeder zegt, mag Kees een genieter gaan. Nou, wat lief. Zeg maar dankjewel. Zoals jullie aan mijn haar kunnen zien, heb ik dik gezweet. We waren helemaal vanaf het middelstation naar boven gelopen. Maar toen waren we verkeerd weer terug naar beneden gelopen. Dus we zitten nu in de gondel naar beneden. En dan moeten ze meteen naar een andere gondel nog verder naar beneden. Nou, dat lukt. En dan, als dat nog niet lukt, moeten we weer lopen. Terwijl we vanaf, nou, zeg hem, 9:30, 9:15 zijn begonnen met wandelen. En we dus nu pas klaar. Heerlijk avond. We hebben gegeten. Oh, het avondeten was zo vies. Alleen die soep was oprecht lekker, maar ja. Dat is ook het enige wat ik heb gefilmd. Ik durfde de rest gewoon niet eens te filmen, omdat het gewoon zo vies was. Dus we hebben net even ijs gehaald. We hebben even verder ons avondeten. Ja, en ik denk dat we zo meteen M&M's gaan kanen met de familie. Konijntjes, chipjes, snickers. Echt, noem maar op. Ik heb het ook koud, dus als we buiten gaan spelen, ga ik wel... Buiten gaan spelen? Nee, we gaan een spelletje doen met mijn moeder, mijn vader. Buiten gaan spelen. Even buiten spelen. Nee, jongens, voor naar bed gaan. Spelen.